Academic Forum haalde Joris Luijendijk naar Tilburg University voor een masterclass 's middags en een hartslagcafé bijeenkomst 's avonds. In zijn boek Dit kan niet waar zijn onder bankiers beschrijft Luijendijk zijn antropologische zoektocht in de City van Londen. De City in Londen is het financieel centrum van Europa en dus ook van Nederland. Dus die banken beschouwen Nederland ook als een markt. En het ging eigenlijk over, zijn het monsters? Worden ze gedreven door hebzucht en is het probleem opgelost? Je hebt er een boek over geschreven. Is het een mentaliteitskwestie? Volgens mij uiteindelijk niet. Kijk, mentaliteit volgt structuur. En de structuur bestaat uit prikkels en die prikkels zijn heel vaak verkeerd. En dus we proberen de hele tijd het symptoom te bestrijden door te zeggen, oh, ze moeten een andere cultuur, een andere mentaliteit. Maar als je kijkt naar welk gedrag wordt beloond en bestraft, dan worden ze gewoon heel vaak de verkeerde richting ingeduwd. Dus we moeten gewoon betere wet hebben met een hele andere financiële architectuur. We zijn hier op een universiteit. Er worden mensen opgeleid voor bedrijfseconomie en allerlei andere vormen van economie die mogelijkerwijs ooit in de raden van bestuur een commissaris zouden worden van een bank. Hoe kan een universiteit daarmee omgaan? Maar dat recruteringscircus zou je moeten doorprikken. Want die doen echt alsof het helemaal fantastisch is om daar te werken. En het is verschrikkelijk. Je wordt helemaal werkverslaafd. Je raakt alle contact kwijt. Je kan het net zo goed meteen uitmaken met je vriendin. Dat is allemaal echt vreselijk. En voor de rest vind ik het moeilijk. Want als de prikkels verkeerd zijn, kan je mensen hier wel een enorm ethisch en moreel kompas gaan bijbrengen. Maar ja, als de prikkels verkeerd zijn, moeten ze toch doen waartoe ze worden geprikkeld. Dus ik denk dat je wel een zaadje kan planten. Maar uiteindelijk hebben we gewoon betere wetten nodig, zodat ongeacht die cultuur, de banken gewoon het goede doen. Je zegt betere wetten nodig. Dat moet dan toch voortkomen uit een ander idee van hoe je met een bank om moet gaan. Nou, volgens mij moeten we eerst beseffen dat wat we nu hebben, dat het echt nieuw is. Dat je 40 jaar geleden had je geen too big to fail, universele, beursgenoteerde bank. Met allerlei activiteiten, met waanzinnige belangenconflicten ertussen. Met producten die niemand begreep, die vaak ook moedwillig intransparant zijn. Dat hadden we heel lang niet. En we kunnen dus ook weer nieuwe wetten aannemen, waardoor we dat niet meer hebben. Nou, weet je, in het hart van het kapitalisme heb je gewoon helemaal geen vrije marktwerking. ABN, Rabo en ING kunnen niet failliet en ze hoeven niet te concurreren. Want ze verdelen met z'n drieën de markt. Dat is toch waanzin?